Als u kloeg over strepen in uw televisiebeeld, dat komt best met de Flying Zebras van de Dangerous Brothers. En professor Choron wordt onze laatste blikvanger. Dit was Rigoletto, tot over 14 dagen. Als u al eerder wat lekkers wil, vergeet dan vannacht uw schoen niet te zetten. Dag. Hello. Procurez-vous une boîte de conserve vide dont vous ouvrez le fond exactement comme a été ouvert le couvercle. Fixez la boîte sur votre front à l'aide d'une ficelle nouée derrière votre tête. Au cours de vos déplacements, vous rencontrez des connaissances auxquelles vous dites évidemment bonjour. Dès que vous les quittez, levez vos yeux vers les couvercles de la boîte fixés sur votre front. L'étain brillant dont ils sont recouverts reflète les images comme de véritables rétroviseurs. Votre déception est grande lorsque vous y voyez le reflet de la connaissance à laquelle vous avez dit bonjour se moquant de vous dès que vous avez tourné le dos. Votre sang ne fait qu'un tour et vous revenez sur vos pas punir les moqueurs. Désormais, gare à celui qui se moquera de vous dans votre dos. Et qu'est-ce qu'on dit? Goedenavond, het was Klaasavond voor de kijkers op het zaterdagavondvoetbal en er zijn behoorlijk wat doelpunten gescoord. We hebben van 4 van de 5 wedstrijden beelden klaar, daarom eerst enige informatie over Sporting Charleroi à Gent, uitslag 1-0. Sporting scoorde in de tweede helft via Philippe Albert, het is al zijn derde goal dit seizoen. Agent moest dan met 10 klaren toen Dre Lorijsen, de doelman, werd uitgesloten na een overtreding op Bronjo. Lorijsen is de eerste doelman die in deze competitie de rode kaart krijgt. Het is de 29e uitsluiting in 17 speeldagen. Franky Frans werd dan de invaller voor Lorijsen en hij hield de stand op 1-0. Charleroi scoort 8 op 10 in de laatste 5 wedstrijden. Voorop in beeld nu de lijstaanvoerder in de hoogste klasse, Antwerp. Het speelde thuis tegen Standaard, nu toch wel definitief met Frans van Rooij, voortaan in de hoogste afdeling en in het Belgisch voetbal de man van 40 miljoen. Ivan Sonck levert het commentaar bij de beelden. Dit is de man waar het allemaal om te doen is geweest de voorbije dagen, Frans van Rooij. Een kleine 40 miljoen frank waard naar verluid. 7 miljoen voor zijn rechterbeen, neem ik aan. En 33 miljoen voor zijn linker. Ellers. Van Rooij ertussen. Van Rooij opnieuw. En dan moest Luix redding brengen voor Standaard. Luix, die moet terug. Van der Smissen. Luix, in die wel dan met Pister. En snel, Luix. Goeie voorzet ook nog, Tjerniatinski. Overtreding van Ploevi. Ja, Antwerpen heeft moeite om zich door te zetten tegen Standaard. Is wel bijna permanent in balbezit, maar is tot nog toe nauwelijks gevaarlijk geweest. Met nu misschien gevaar aan de overkant bij deze vrije trap. Die muur moet nog even achteruit. Gebaard onder meer van der Smissen, maar Pirro wil van geen lieve moederen weten. Repcic, hard maar een metertje of 2-3 over het doel van de Konk. Van Rooij. Lenov. Voorzet van Lenov, laag, Severens even. Smits. Schot van Rooij. De eerste min of meer gevaarlijke aanval van Antwerp. Via deze man Van Rooij. Van Rooij. Pister.
Smits. Van Rooij. Smits. Poortvliet. Nee, die moet terug. Kans voor Severijns, misschien wat Pellomanspel. Lars. Bojovic. Repčić. Tot bij Lux. Repčić er naartoe. Czerniatynski. Hoofd van de Lampen. Van Rooij. Pister, wegdraaiende bal. Poortvliet. En die gaat scoren. Poortvliet in de 9e minuut van de tweede helft. Antwerpen heeft inderdaad verreweg het grootste aantal van zijn doelpunten tot nog toe gemaakt in de tweede helft. En dat komt ook nu weer uit. Maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Matig voetbal tot nog toe en dan plots een halve kans voor Poortvliet. En die maakt er na bijna 10 minuten spelen nu in de tweede helft 1-0 van. Van Rooij. Met De Langer in de achtervolging op links Severijns. Daar is de voorzet. Sisse Severijns, geliefd balletje. Van Rooij. Schiet zelf, botsende bal. Onderschept door Van Reti. Ja, dat kan nog gevaarlijk worden. Pister, Van Rooij. Van Reti. Mag erg ver komen. En schiet hem maar. En scoort ook. Van Reti, de vervanger van Mark van der Linden. De man die, had ik de indruk, of heb ik de indruk vanavond, hier toch een beetje gemist wordt bij Antwerp. Mark van der Linden. Van Reti mocht erg ver komen in de 25e minuut van de tweede helft. Smits. Lenov, goed schot. Een applausvervanging voor Frans van Rooij. Hij heeft de hele week gesukkeld met een liesblessure. Is waarschijnlijk ook nog niet 100% fit. En wordt nu op zowat een kwartier van het einde iets minder zelfs vervangen door Tijmans. Onderschept door Tijmans. Net ingekomen dus. Smits. En dat moet 3-0 worden, ja. Pister. Luikse verdediging daar helemaal uit verband gespeeld. En Pister mocht ongehinderd afgaan op Bodaar. En rustig plaatste hij die bal in het doel. 3-0 met nog zo'n minuut of 10 te spelen. Antwerpen echte pletrol in de tweede helft. Er waren 16.000 toeschouwers in de Bosuil. En Antwerp komt nu zonder nederlaag uit de heenronde. Het heeft 28 punten op 34. Club Brugge, Waregem, de West-Vlaamse derby. Vorig seizoen verloor Waregem met 8-0 op Olympia. Nu staat club slechts 2 punten voor op SCV. Club begon met dezelfde 11 als vorige week, dus met Houwaard junior. Hij werd in de tweede helft wel vervangen door Rosenthal. Waregem bracht Ruoff en Mertens in en de gekwetste Hans Christiaans was niet aan de aftrap. Hij werd wel ingehaald in de tweede helft. Het commentaar is van Rick de Saadbeer op Olympia. Bijens die snel komt. Bijens met het hoofd. En dat was dan de eerste goede aanval op een moeilijk bespeelbaar toppelig veld. We zijn 6 minuten ver. De Grijze wordt veel aangespeeld. Dat betekent dat hij aanspeelbaar is. Knap op Keulemans. Brullen als die hem kan meepikken. Ja. Goed schot van Kenneth Brullen. Mertens.
Vorkelmans voor het eerst ver voorin. Breed Karagiannis voorbij Krijven, teruggelegd. Vorkelmans. En dat is de eerste Waregemse aanval waar wat pit in zit. We zijn in de tiende minuut. Mertens. Karagiannis bij Brugge slaat men op de vlucht. Er zal toch wel iemand moeten komen. Nu komen er met twee en dan is er hier een gat. Van Bakel. Vorkelmans. Binnengeduwd. De Kraaien. Maar... Er is gevlacht en gefloten voor buitenspel. Bekijk de fase nog maar eens. Millekamps, Van Bakel, Karagiannis. Het rammelt weer bij Brugge. Ja, juist naast. 30 seconden na dat afgekeurde doelpunt. Ja, Waregem heeft ronduit het initiatief genomen de laatste minuten. De Slover. Ja, Jensen met moeite. Keulemans, derde minuut, tweede helft. Frankie van der Elst, maar zo lang mag het niet duren. Oh, Brullen de kans. En die scoort. Derde minuut, tweede helft, een geschenk, een echt Sinterklaas geschenk deze keer van de topschutter in de Belgische competitie, Richard Niederbach, die Brullen helemaal vrij speelt met een magnifieke dieptepas. Die heeft er nog enkel het voetje tegen te zetten en verrassend 1-0 hier voor Club Brugge. 21 spelers op de brug zelf. Daar buitenspel, de kans voor Van Bakel. De hobbelige grond belet de 1-1. Keulemans, ruimte voor de Grijze. Leo van der Elst, nog net de vuist van Hans Gallier. Knap schot van Leo van der Elst. Uitbraak krijgen. Die had even last met de bal. Rosenthal. Via de hand van Gallier. Heeft de counter gewerkt. En 2-0. De Waregem, zoals gezegd, grote risico's. Met man en macht naar voren. En dan de counter krijgen. Rosenthal. In één tijd nog even de hand van Gallier en 2-0 na 20 minuten. De Ken, de Slover, je ziet zelfs de verdedigers combineren mee voorin, maar gaat erg traag naar voren. Oh, lala! Ah, viel er bijna naast. Jens gekwetst tussen de palen, maar Brugge heeft zijn twee vervangingen gehad. Die moet er dus in blijven. Rosenthal. Tweede paal is Keulemans. Nog eens Keulemans. Verrijken. De Grijze. Keulemans. Komt er nog wat van? Ja. Uiteindelijk na de langst uitgesponnen combinatie in het strafschopgebied die we sedert lang gezien hebben, scoort Keulemans nummer 3. Kijk nog maar eens hoe lang het duurt voor die derde erin gaat. Leo van der Elst. De Grijze, nummer 4, kan er nog in zitten. 4-3. De Grijze. Wel, het blijft tussen 3-0. Ja, en uit de herhaling van daarnet is gebleken dat Ruoff van de Waregem inderdaad buitenspel stond bij het afgekeurde doelpunt van de Kraaien. Racing Jet, Anderlecht dan. Racing Jet speelde voor het eerst met de Roemeen Boloni. Hij is overgenomen van Steaua Bucharest. Bij Anderlecht stonden Georges Groen en Adrie van Tichelen na een gele schorsing weer in de basis.
Dirk Abrahams zocht de beste momenten samen. In de eerste 8 minuten van Racing Jet Anderlecht gebeurde heel wat. Er zijn nog geen 2 minuten gespeeld als Anderlecht een eerste aanval opbouwt. Voorzet Koet Jonsson voorbij de tweede paal. Vervoort houdt de bal binnen. Voorbij Dessy. Voorzet. En Nillis kopt binnen 0-1. Het 8e competitiedoelpunt van Luc Nillis. De herhaling. Vervoort die de bal binnenhoudt. Voorbij Dessy dan. De voorzet en het kopbaldoelpunt van Luc Nillis, 0-1 na amper 2 minuten. Mariette staat niet KO en antwoordt onmiddellijk, nauwelijks 1 minuut na het doelpunt van Nillis. Barmos, Janetschka, ruim 2 weken geleden overgekomen van Bohemians Praag, knap diep op Guilain en die schiet op Munaro, maar die had de hoek goed verkleind. We zijn nog maar in de 5e minuut, ingooi Lindman. Richting Vervoort, voorzet, Koet Jonsson schuift de bal naast. De 8e minuut, Racing Jet met Imbert, Bellamy, Guilain. Het gaat naar Verbrugge. Imbert opnieuw. Nog altijd Imbert. Gebele. Die legt terug, Bellamy tegen de paal, Janetschka en 1-1. De herhaling, Gebele die teruglegt, Bellamy met links tegen de paal en Janetschka heeft maar binnen te duwen 1-1. Na dit spetterende wedstrijdbegin was het 30 minuten wachten op deze fase. Van Tichelen naar Koet Jonsson, die heeft Bellamy bij zich. Nog altijd Koet Jonsson. Goeie voorzet, Lindman met het hoofd en 1-2, 7 minuten voor de rust. De herhaling, de voorzet van Koet Jonsson, Everaert met een weinig overtuigende tussenkomst en dan het doelpunt van Lindman, 1-2 de stand bij de rust. Hoewel Anderlecht in een flauwe tweede helft de wedstrijd rustig controleerde, kwam Racing Jet in de 15e minuut toch dicht bij de gelijkmaker. De bal komt bij Janetschka, maar die schiet tegen de paal. Nog een kwartier te spelen, hoekschop Anderlecht met Pat Vervoort. Bal doorgekopt en Piriaanse kopt hem binnen, 1-3, de wedstrijd is gespeeld. Zes minuten voor het einde zijn we van Tichelen. Naar Marshall, ingevallen voor Andersen. Voorzet, Dessy ontzet tegen Nillis. Voorzet en Koet Jonsson scoort 1-4. Alle 4 de Anderlecht goals werden met het hoofd gemaakt. Dessy een beetje ongelukkig. Dan het voorzetje van Nillis en het doelpunt van Koet Jonsson. Racing Jet, Anderlecht, 1-4. En Anderlecht heeft vandaag ook gelijk gekregen van de Centrale Scheidsrechterscommissie in de klacht tegen scheidsrechter Gernet voor een beslissing tijdens de wedstrijd Anderlecht-Standaard, door Standaard gewonnen met 1-2. Gernet gaf een gele kaart aan Bodaar, maar liet hem gewoon uittrappen. De scheidsrechterscommissie is van oordeel dat volgens artikel 12 een vrije trap voor Anderlecht moest worden gefloten. Op 30 december beslist het sportcomité of de wedstrijd herspeeld wordt. Wilfried van Moer maakte zijn entree met Beveren bij KV Mechelen. Er zijn allicht gemakkelijker opdrachten voor een nieuwe trainer die met een staartploeg op pad moet. Een kort verslag van Eddy Groenwals. Hoe moeilijk het kon worden ondervond Beveren al in de 8e minuut. Een hoekschop voor Mechelen met Erwin Koeman, Mark Emmers en 1-0. Een fraai kopbaldoelpunt. De volledige verdediging van Beveren stond erbij en keek ernaar. Mark Emmers en Erwin Koeman met de wederzijdse felicitaties. De herhaling van die vroege treffer. Erwin Koeman trapt een bal die van het doel wegdraait. Perfect om op in te lopen dus. En dat doet Mark Emmers dan ook. Doelman Rosé is kansloos. Mechelen is doorlopend de betere ploeg. Bever kan geen enkele keer voor echt gevaar zorgen. Even voorbij het half uur deze aanval van de thuisploeg. De bal komt bij Koen Sanders.
Die zoekt en vindt Mark Emmers, nu achteraan bij Mechelen. Pascal de Wilde pakt mooi aan, wentelt voorbij Lodders. Koeman is doorgespeurd, hij krijgt een duw in de rug en gaat neer. Penalty gepaard, scheidsrechter Goris. Een terechte beslissing en voor wie nog twijfelt, deze herhaling. De paas van de Wilde in de loop van Koeman. Volkerik is te laat en hij kan alleen nog met de handen bij de rug van Koeman, die natuurlijk meteen tegen de grond gaat. Een unieke kans dus om de voorsprong op te drijven en daar moet Michel Preud'homme voor zorgen. Maar wat gebeurt er? Onderkant lat en weg is de kans. In de herhaling zien we dat de bal achter Rosé, maar net voor de lijn botst. Het blijft ook 1-0. Alweer een krappe overwinning voor Mechelen. Alweer een slechte zaak voor Beveren. In de top van de rangschikking kan er morgen niks meer veranderen. Antwerp blijft aan de leiding met 3 punten voorsprong op Club Brugge, 4 op KV Mechelen. Anderlecht wipt over Waregem en wordt 4e op 6 punten van Antwerp. Waregem is 5e met 21 punten. Met winst thuis tegen Beerschot kan Club Luik morgen ook nog aan 22 punten komen. In tweede klasse werden vanavond 2 wedstrijden gespeeld. Patro IJsden Assent 3-0, Assent met Pierre Gijs als nieuwe trainer die Wilfried van Moer heeft afgelost. Lommel Serein was 0-1. In het basketbal zijn vanavond 3 wedstrijden gespeeld. Hellas Mechelen werd 67-89, Merksem Oostende 66-86, Marie-Andenne BC Gent 97-76. De rest van het programma wordt morgen afgewerkt met als topwedstrijd Maccabi Breine. In het volleybal doorkruisen de 16e finales in de beker van België dit weekend de Europese bekercompetities. Bij de mannen verloor Zonhoven met 3-0 bij Riga in de beker voor bekerwinnaars. Zetstanden waren 15-9, 15-13 en nog eens 15-13. De terugwedstrijd wordt op 13 december gespeeld. In de confederale beker speelde Mazeik thuis tegen Berlijn. Mazeik won met 3-0, zetstanden 15-2, 15-8 en 15-4. De handbalbedrijvigheid was vrij beperkt. Herstal Sascha 14-15, Merksem Bijne 15-16. Morgenmiddag speelt leider Hasselt in Buggenhout en die wedstrijd komt rechtstreeks in stadion. Elena Sukova en Manuela Maleeva spelen de finale op Ladies Channels tennistoernooi in Genk. Sukova won van de West-Duitse Code Kilsch in 3 sets, 5-7, 6-3 en 6-3. De tweede halve finale onder de zussen Maleeva eindigde in het voordeel van Manuela. Sandra Wasserman dan is vanmiddag 5e geworden in de eindstand na een overwinning op Anne de Vries in 2 sets, 6-2 en 6-4. De internationale veldrit van kokzijde is gewonnen door de Nederlander Rijn Groenendaal. Hij had 12 seconden voorsprong op Stamsnijder en 15 seconden op Paul de Brouwer. Daarmee zit Sport op zaterdag erop, dames en heren. We gaan nog even kijken naar de volgende afspraak van de sportredactie. Die is er morgen in stadion. Daarin krijgt u de rechtstreekse reportage van de finale van het tennistoernooi Ladies Challenge in Genk. En ook de rechtstreekse reportage van de handbalwedstrijd Buggenhout-Hasselt. Rond 5:30 begint dan het voetbalhoofdstuk. Dat was het voor deze aflevering. Nog een rustige nacht. Dat de heren verschuren en zomers van afwisseling houden, dat zal u morgen wel merken, want voortaan kan u Sportcafé live meemaken vanuit de Den Hof op het domein van Bokrijk. In een vernieuwde omgeving wordt er tussen 5 en 8 als van ouds gepraat met sportvedetten en dat zijn deze keer Antwerp voetballer Frans van Rooij, tennissterren Anne de Vries en Sandra Wasserman en voorts Ludo Dilies. Voor de muzikale entourage zorgen de groep Clouseau en Remo van het Groene Woud, krijgt u een up-to-date Ben Kramer te horen en als primeur de nieuwste single van Pascal Laurent.
Alle daarheen dus, nu zondag naar de Den Hof op het domein van Bokrijk voor 3 uur lang Sportcafé live. Over de zusterplaneet van de aarde Venus en over de meteorenzwerm Geminide gaat het straks om zowat 11:45 in Poolshoogte. En voor het tweede journaal spreken we dan af om zowat 11:50. Maar nu, dames en heren, een verhaal waarin zowel vader als zoon McCall een belangrijke rol spelen. Van een rustig weekendje uit met hun beiden komt er niks in huis. Zij worden integendeel belegerd en bedreigd door 3 herrieschoppers, waaronder zelfs 1 moordenaar. Het wordt dus kijken naar een nieuwe aflevering uit de Amerikaanse reeks De Vereffenaar.